Hallo en een heel hartelijk welkom bij Wat Weet Jij? Mijn naam is Stefano Holwijn. Ik zijn met 7 mensen achter me. De meesten weten denk ik wel wie het zijn. Als je niet weet, dit zijn de Instagram-helden van nu. De Insta-helden en hebben allemaal een lijpe following op Instagram. En nu heb ik ze uitgenodigd voor Wat Weet Jij? En we gaan zien hoe ze het doen. Ik denk goed, ja, jullie ook. Ja, we zullen zien. Noem de primaire kleuren op. Rood. Heb jij een R? Huh? Heb jij een R? Wat een R? Ga maar door. Rood, geel en blauw. Denk je dat dat klopt? Ja. Wat zijn de primaire kleuren? Zwart en wit. Ben je dom of zo? Zwart en wit of zo, grijs. Ja, maar dat kun je toch wel logisch nadenken. Je bent toch geen rol? Ik ga je dit niet aandoen. Ik ga die mic bij je weghalen. Ik ga die mic bij je weghalen. Ik hou hem bij mezelf. Uit jouw buurt. Want je bent een gevaar. Je bent een gevaar. Ik had wel veel goed. Je bent een gevaar. Ja. Primaire kleuren. Geel. Blauw. Rood. De primaire kleuren zijn... Rood. Rood, wit, geel. Ja, toch? Ik had die vorige aflevering gekeken, was rood, wit, geel. Toch? Jawel, 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 jawel. Ja, je hebt gelijk. Ja, ik weet. Op naar de volgende vraag, jongens. Op naar de volgende vraag, jongens. Hey! Wat is primaire? Domme rol, echt hoor. Dit leert iedereen. Dit is, kijk, sommige vragen die ik stel, dan heb ik wel zoiets van... Oké, als je dit niet weet, is het niet per se erg, want hij is misschien iets moeilijker. Maar dit is weer een vraag waarvan ik denk van, kom op, joh. En nou ja, we gaan door. De primaire kleuren zijn... Rood, geel en blauw. Rood, groen, blauw. Ja. 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 Ja, op zich. Ja. Ja. Hoeveel mensen nemen deel aan een double date? 4. Een double date? 4. 4. 4? 4. Je zou denken 2, maar er is ook iemand die double date organiseert, toch? Dan is het 3. Nee. Maar in principe 2. Het is 3, ja. Oké. Okay. Maar diegene die het organiseert, ja, die ook. Ja, maar jij zegt altijd op de camera, zeg je van ja, het is goed, maar dan is het fout. Je koopt 6 dozijn eieren. Ja. De eieren kosten 20 cent per stuk. Ja. Hoeveel moet je betalen? 3,60 euro. Heel slecht. Oké, okay, en wat was je berekening? Dozijn is 12, toch? 12 keer 6. Wacht, wat was de vraag? Niemand begrijpt dit. Niemand. Een dozijn is toch is meer dan 6, toch? Doe nou niet zo stom! 6 eieren klopt niet. What the fuck are you talking about? Een dozijn is 10, toch? Of 20? Shut the fuck up. Hey, jij laat me wel echt lachen. Ik ben heel slecht in rekenen, mensen. Ga hem niet... Okay, ga hem niet bashen, hij is slecht in rekenen en dat kan gewoon. Ja, ik weet niet wat dozijnen zijn. Ik heb vaak gezien in jou, wat weet jij, maar ik ben het vergeten. Let it go. Let it go. Let it go. En dan ben je zo. Awkward. 6 dozijn eieren. 6 dozijn eieren. Je koopt 6 dozijn eieren. De eieren kosten 20 cent per stuk. Hoeveel betaal je? 60, 72. Dat is toch 72. 72. Wacht. Hij gaat even nadenken, mensen. In de tussentijd ga ik even met jullie praten. Wat vinden jullie van mijn shirt? Wat vinden jullie van mijn jas? Ik vind hem best fris. Ik heb ook hele mooie schoenen aan, al zeg ik het zelf. Kan je even snel. Al zeg ik het zelf. Zijn best mooi. En als jullie ze ook zo mooi vinden als ik, laat het dan weten in de reacties. En hij weet het al. Zo snel gaat het. 7,40 euro. Nee. Hij heeft zo lang nagedacht en dan komt hij met dit antwoord. Ik weet niet, ik ga niet rekenen, sorry. Wat? Wat doe je? Bro, ik had je in Dordrecht ook gezegd dat ik... Nu weet ik dat woord wel.
Ik ben dyscalculie. Dit gaat helemaal nergens over. Hij is dyscalculie, mensen. Dus voor de mensen die dat hebben, jij hebt hem gewoon op je schoot eigenlijk, in je hersens. Zo kan het ook. Ja. En wat houdt dat in? Ja, als je niet... Laat me... Nee. Shh. Ik wil het niet horen. 6 dozijn eieren. 12. Shit. Hé, hey, ik ben niet goed met rekenen, man. Honderdvijfentwintig. Probeer dan in ieder geval nog je best te doen, weet je wel. €125 voor 6 dozijn eieren, mensen. Nee. Je koopt 6 dozijn eieren. De eieren kosten 20 cent per stuk. Hoeveel betaal je? Ja, oké. Okay. Dat is 72 gedeeld door 20. €14 of zo. Ik weet niet, man. Ik kan niet rekenen. Ja. Je staat best in de buurt, maar ja. What the fuck? Eigenlijk is het niet zo moeilijk, hè? Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Nee. Maar ik, ja. Maar de druk, je staat er. Ja, ik, inderdaad. Dan is het toch wel even van. Ja, dat is het wat in. What the fuck? Dat is echt een makkelijke vraag, man. Makkelijke vraag, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Maar ik weet niet. Uit Amsterdam. Is uiteraard een Amsterdammer, maar hoe noem je het met Vietnam? Een Vietnamees. Vietnamees? Vietnamees. 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 Vietnamees? Vietnam? Wij zijn toch Chinezen? You're a fucking idiot. Vietnam. Gewoon een Chinees? Oprutten! Oprutten! Toch? Nee, oké. Okay. Dat is alsof je zegt, ik noem iemand uit Suriname gewoon een Antojaan. Oh shit. Oké, volgende alsjeblieft. Doe maar wel. Er is een pak volle melk van 2 liter. Ja. Oké. Er is ook een pak halfvolle melk met hetzelfde formaat als het andere pak. Ja. Maar hoeveel liter zit daarin? 1 liter. Ik vind het echt klinkklare onzin. Oh, het was niet goed. En of het niet goed was? 1 liter. Spel het woord quarantaine. Quarantaine? Zeg het? Ja. C-A-R-A-N-T-A-I-N-E. Yes, helemaal goed in 1 keer. Dankjewel. Geen dank. Oké, C-A-R-A... N. T-E-N-E. Nou, hier word je toch gewoon echt levensmoe van. Dit was hem. Yes. Yes! Yes! Je hebt het fout, je hebt het fout. Kijk, dit, ja, dit moest ik niet doen. Oké, sorry. Ik had de beloofd dat ik niet zou doen, maar je weet toch. Doe maar blij voor niks. Oké, sorry. Quarantaine. K-A-R-A-N-T-H-E-N-E. Makkelijk. Inderdaad, niet al te moeilijk. Hey, woe. Makkelijk. Geen dubbel dabben. Je hebt het goed, jongen. Oh, dabben. Dab hem voor z'n... Dab, nog een keer, nog een... Dubbel dab. Het is een triple op triple dab. Ja, maar makkelijk. Quarantaine, wat is een quarantaine? K-A... R, E, N, dubbel T, E. Of is het quarantaine? Get the fuck out! Oh my god. Quarantaine. C, A, K, N, kan, A, N, T, E, R, N, E. Kan niet anders zeggen dan dat het walgelijke onzin is.
Ik ben je echt al een tijdje kwijt. Ik heb niet eens echt geluisterd. Ik weet wel dat je het fout hebt. Ja. Dan kan je gaan lachen. Maar hey, het antwoord is niet om te lachen. Althans, ik denk dat een heleboel mensen nu wel lachen. Oké, shit. Wrap it up. Spel het woord quarantaine. Q. U. A. R. I. N. T. Je zat er wel het dichtst bij van iedereen, dus ik vind het jammer dat je dan toch... Faya, man. Het is faya, hè? Quarantaine? Quarantaine. Quarantaine. Wauw, ja. Quarantaine. Dat is... Spel het woord quarantaine. K-A-R-E-N-T, denk ik. Ik denk dat het fout is. Sowieso fout. Denk je dat? Ja, ik denk... Nou, ik kan je wel zeggen dat dat zeker zo is. Ja, oké. Dat wist ik ook wel. Dat wist je ook wel. Je had het wel door. Ja. Je blijft wel lachen. Tuurlijk. Ga hem volgen op Instagram, YouTube. Volg de Fano ook en mij. Oké, volg de Fano ook en mij. Ik bedoel, volg de Fano ook en hem. Hé, laat man. Link in de beschrijving voor mijn YouTube kanaal en zo. Dat gaat Fano voor mij fixen, toch? Hij denkt zijn kanaal komt erin. Maar goed, rustig. Abonneer, like en deel. Ik weet dat ze allemaal zeggen, ga naar school, man. Ga gewoon niet naar school, man. Ga jij niet naar school? Maak filmpjes. Ga jij niet naar school? Ik ga wel naar school. Like en deel! Like en deel! Like en deel! Wat ik nog meer wil zeggen? Jullie kunnen mij volgen op @nebbertime op Instagram. Jullie kunnen abonneren op mijn kanaal, Nebbertime. Nu doe ik zelf promoties, maar ben je nog niet geabonneerd op deze gozer? Sowieso abonneren, want je checkt dit. Veel mensen checken dit, maar zijn niet geabonneerd. Dus abonneer op zijn kanaal. En dan zie ik jullie wel later een keertje. Hey, tot de volgende keer. Hoi! Ja, heb je nog een momentje? Wil je iets zeggen? Ja, doe je best op school. Ik voel me nu echt Ronnie Flex. Die zegt dat ook altijd. Maar bedankt voor het kijken. Zit jij nog op school? Ja. Jij niet, hè? Nee. Allemaal.